gezellig dat je er bent. En zoals beloofd heb ik hier weer een haakdiagram. En dit keer van een hartje. Dit gaan we straks ook haken. En dan leg ik even uit hoe het diagram in elkaar steekt. Hier heb ik de tekentjes en de namen van de steken die daarbij horen. Dit is de halve vaste. Die zit hier. Dit zijn losse. Nou, dat is nu als een rondje getekend, maar dat kan ook als een ovaaltje. Het is een gesloten cirkeltje. Dat zijn deze en deze allemaal. Het kruisje is een vaste. Die zitten hier. Dat zijn de twee kruisjes die, de twee vasten die daar gehaakt worden. Dit tekentje is een stokje. Dat is zoals deze. En dat zijn deze allemaal. En dit is een dubbel stokje met die twee streepjes. En die zit hier. Een haakdiagram waarvan je het patroon in toeren, ronde toeren haakt. In dit geval is het een hartje, maar het gaat ook rond. Dat begint altijd in het midden. En hier zie je vier cirkeltjes. En dat zijn vier lossen. Daar begin je mee. En dan zie je hier twee vaste. En dan begin je met de linker. En waarom is dat? Omdat je, kijk, dit is je eerste toer. Dan kom je hier uit met vijf lossen. En dan haak je weer een vaste. En dan begint hier je tweede toer. Waarom begint die hier? Omdat dit je halve vaste is, waarmee je deze laatste toer, deze derde toer, vastmaakt aan je lossen. Het klinkt misschien allemaal een beetje ingewikkeld, maar het komt vanzelf goed. Kijk, en dan beginnen we met het haken van vier lossen. Zo. En dat is 1, 2, 3, 4. En die sluiten we dan met een halve vaste tot een ring. Zo. En dan beginnen we met deze vaste. En dan gaan we verder hier met deze vijf lossen. En dan een stokje, twee lossen, stokje in je ring, twee lossen, een dubbel stokje in je ring, twee lossen, stokje in je ring, twee lossen, stokje in je ring. Vijf lossen en dan haak je weer een vaste in de ring. Dus dit is je eerste toer. Beginnen we met de vaste. In de ring. Dat is een vaste. Zo. Nou, dan ga je niet alles tegelijk in één keer onthouden. Je begint eerst met die vijf lossen. En dan kijk je daarna wel verder hoe je verder moet. 1, 2, 3, 4, 5. Dus die heb je gehaald. Dan krijg je hier een stokje in de vaste ring, in de losse ring. Twee lossen. En dan weer een stokje in je losse ring. Dus een stokje, twee lossen en een stokje. Dat gaan we eerst haken. Een stokje in de ring. Zo. Twee lossen. En een stokje in je ring. Zo. Nu heb je dit gehaakt. Je hebt hier de vijf lossen gehaakt. Het stokje in je ring. Twee lossen, stokje in je ring. Dat is dit. Nu ga je weer twee lossen haken en een dubbel stokje in de losse ring. Dus twee lossen en een dubbel stokje
twee keer omslaan in je ring en een dubbel stokje haken. Zo. Kijk, dit is dat dubbele stokje. Dan ga je weer verder. Twee lossen en een stokje in de ring. Dat is 1. Twee lossen en een stokje in diezelfde ring. Zo. Weer twee stokjes. Twee lossen en een stokje in je ring. Twee lossen. Een stokje in je ring. Nu ga je 1, 2, 3, 4, 5 lossen haken en dan een vaste in deze ring. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5. En dan haak je een vaste in je ring. Zo. Kijk, en nu heb je deze vorm heb je nu gehaakt. Zie je? Dan gaan we verder. De tweede toer. Dit is een losse. Dus boven deze vaste haak je een losse. En dan haak je op de tweede vaste haak je een vaste. Dus eerst een losse. En heb je hier je vaste. Daar haak je een vaste op. En dan ga je twee lossen haken en dan krijg je straks dit stukje in die vijf losse ring. We gaan eerst twee lossen haken. Dat is 1, 2. Nu heb je 1, 2, 3, 4, 5 stokjes die in deze vijf losse ring gehaakt worden. En dan is het een stokje, losse, stokje, losse, stokje, losse, stokje, losse, stokje. En dan nog een losse. Dus, beginnen we met een stokje 1. En losse 1. In die vijf losse groep. Stokje 2. Losse 2. Stokje 3, losse 3, stokje 4, losse 4 en stokje 5 en losse 5. Zo, even wat draad erbij halen. 1, 2, 3, 4, 5. En die losse. Dan heb je hier die twee losse groep. Kijk, dat is deze. En dan haak je een stokje, een losse en een stokje in. Dus dat is een stokje, een losse en een stokje. In de volgende twee losse groep haak je ook een stokje, een losse en een stokje. En tussen deze twee groepjes haak je hier nog een losse. Dus die losse. En dan krijg je hier in deze losse groep krijg je weer een stokje, een losse en een stokje. Dat is een stokje. Een losse en een stokje.
dan krijg je een losse en een stokje op je dubbele stokje. Dus een losse, kijk, en hier heb je je dubbele stokje en daar haak je een stokje op. Een gewoon stokje. Kijk, en nu heb je zeg maar deze helft van je hartje heb je nu gehaakt. Want dit is je dubbele stokje en dit is je enkele stokje. En nu gaan we verder met deze helft. En begin je eerst met een losse en dan in de twee lossen van de vorige toer haak je stokje, losse, stokje. Dus eerst die losse, niet vergeten. Zo, losse. En dan in de volgende twee losse bogen een stokje, een losse en een stokje. Dan krijg je weer een losse ertussen en weer een groepje van stokje, losse, stokje in de volgende twee losse boog. Dus een losse en hier in deze losse boog een stokje, een losse en een stokje. En dan weer een losse. Kijk, en dan krijg je weer een groep van 5 stokjes in deze 5 losse boog. Kijk, dit is die 5 losse boog. En dan ga je weer stokje, losse, stokje, losse, stokje, losse, stokje, losse, stokje. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dat is stokje 1, losse 1, stokje 2 en losse 2, stokje 3, losse 3, stokje 4. Losse 4, stokje 5. En ik had niet gezegd dat we gingen lossen, dat we een losse gingen haken. Want na dit vijfde stokje heb je 2 lossen. En dan heb je hier een halve vaste. En daar verbind je dus deze losse mee met die eerste losse boven die vaste. Dus nu 2 lossen en dan heb je hier die lossen boven je vaste, dus dan haak je een halve vaste en dan is je hartje klaar. Kijk, zo een beetje model trekken. Kijk, dit moet je natuurlijk eventjes. Ik zal hem even afknippen, dat is wat duidelijker. Zo. Draadje even er doorheen halen. Zo. Zo. En dan heb je hier je hart. Net zoals deze. Dat was die. Leuk, hè? Nou, succes ermee. En bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.